samen met de Amerikaanse Alyssa Miller naar het Turkse Izmir. Hij wilde een documentaire maken over hoe Syrische vluchtelingen zich klaarmaken voor de boottocht naar Griekenland. Deze documentaire werd onlangs in de bioscoopzaal van Lux vertoond. En ook was deze elders in het land te zien op festivals. Gil heeft van zijn project Refugee, A Human Story naast een film ook een boek en een foto-expositie gemaakt. Ongeveer een jaar geleden ben ik als filmmaker met een collega van mij naar Turkije gegaan. Izmir is een kuststad in Turkije. Eigenlijk nadat de foto wereldwijd verspreid werd van een jongen die aangespoeld werd op het strand, dood aangespoeld, besloten wij ook eigenlijk om dit gewoon te doen. We moesten het verhaal delen van die mensen die oversteek maken. Omdat we erachter wouden komen waarom zoveel vluchtelingen de oversteek naar Europa maken, die gevaarlijke oversteek. Meestal in het nieuws zien we de vluchtelingen als statistieken of heel onpersoonlijke verhalen of negatieve verhalen, die krijg je ook wel. We hebben ze verschillende dingen gevraagd eigenlijk. We hebben ze gevraagd over hun verleden, over de herinneringen uit het vaderland. Ook voor de oorlog, maar ook waarom ze gevlucht zijn, wat er gebeurd is, wat de situaties zijn die ze tegenkwamen. En vervolgens hebben ze ook gevraagd naar de situatie in Turkije zelf. Hoe is het om in een nieuw land te zijn waar je de taal niet spreekt bijvoorbeeld? Waar je niet mag werken, waar je wel je gezin moet opvoeden. En zodoende komen we er eigenlijk achter waarom die vluchtelingen voor de oversteek naar Europa kiezen. Dat doen de meesten ja, echt voor een nieuwe hoop. هي كلمة صعبة تؤلم أن تطلع من بيتك أن لا تلقى شيئا حتى الطعام حتى لباس لا يوجد في البرد القارس. We hebben eigenlijk met de interviews die we daar hebben opgenomen, heb ik er zelf een film gemaakt van 20 minuten. Deze film heeft ook 2 awards gewonnen in Philadelphia. En mijn collega heeft een fotoboek gemaakt. Uit dit fotoboek hebben we vervolgens een expositie gemaakt met 11 panelen. En we zijn samen met de film en de expositie zijn we rond gaan toeren door heel Nederland. Zo ook hier in de Lux in Nijmegen. Maar ook in Amsterdam, Eindhoven, Den Haag, Utrecht. We zijn in allemaal verschillende filmhuizen geweest om eigenlijk dit verhaal te delen met de mensen. De mensen mochten altijd gratis naar de voorstellingen komen. Puur ter educatie waar we dit houden. We willen hier geen geld op verdienen. We zijn puur ongesubsidieerd naar Turkije gegaan. في القديم لا ما اعرف ما هي كلمه لاجئ رغم ان كان العراقيين عندنا لكن عندما صارت الاحداث في بلدي في سوريا وعندما تشردت عرفت معنى كلمه لاجئ هي كلمه صعبه. We plaatsen nu de film gratis online voor iedereen te bezichtigen. Zodat ook mensen die misschien een negatief beeld hebben over vluchtelingen of wat dan ook, dat ze gewoon hun persoonlijke verhaal kunnen aanhoren. En dat ze zelf hun mening daarop kunnen baseren. En niet zozeer op de statistieken die je in de krant leest of wat dan ook. Maar puur het verhaal van de vluchtelingen zelf.